In Rotterdam is feestvrijdag door duizenden fans, vrienden en familieleden herdacht. De rapper werd op nieuwjaarsnacht doodgeschoten. Duizenden mensen met witte ballonnen waren aanwezig om de rapper hun laatste eer te bewijzen. Er werd geluisterd naar muziek van Feest en een imam leidde een gebed voor de jonge rapper en zijn broer Bilal, die gewond in het ziekenhuis ligt. Faisal Msieh werd tijdens een banale ruzie in een café op straat neergeschoten. Hij overleed ter plaatse. Zijn broer werd ook neergeschoten en zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. De politie had 7 verdachten gearresteerd, maar onderzoek toonde intussen aan dat ze niet bij de schietpartij betrokken waren. De dader werd nog niet geïdentificeerd.